Hey, wat goed zie, het is je Panda's Zeevechter. Het is super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over hoe weet jij of een jongen met je flirt. Wauw. Oké, like deze video even. Kunnen 2000 likes halen als ze gewoon echt super zijn. En dan gaan we gewoon verder naar de video. We gaan beginnen. En we gaan beginnen hoe jij weet of een jongen flirt. Ben je nieuw? Zorg er zeker voor dat je even abonneert. Dat zou super zijn. En wil je nou nooit een video van me missen? Druk dan even op het belletje. En nu hebben we dat gewoon allemaal gehad. We hebben dat allemaal gezegd. Wauw, we gaan beginnen. Ik heb het allemaal opgeschreven een paar dagen geleden, dus ik ben het allemaal weer vergeten. Ja, dat is echt fucking irritant, maar dat maakt niet uit, we gaan beginnen. Als hij je plaagt. Ja, dat klopt. Oké, een jongen die flirt met je als hij je plaagt. En dat gaat meestal zo. Stel, ze zegt tegen mij, Steven, stel, ik vind een meisje leuk, dan plaag ik haar altijd. En dat gaat meestal zo. Stel, ze heeft iets verkeerd gedaan op school. Dan zeg ik altijd, ah, prutser. Of je zoekt een beetje gewoon op dat je haar gewoon een beetje kan plagen. Iedereen weet hoe het moet. Als een jongen jou misschien leuk vindt, dan plaagt hij jou. En dat is best wel, ja, ik weet niet. Voor mij kan het best wel irritant zijn soms voor een meisje. Maar een meisje plaagt meestal ook wel terug dan. Want meestal als iemand je leuk vindt, dan vind jij diegene soms ook wel leuk. En dan plaag je elkaar, dan voel je dat een beetje aan. Wat ik meestal doe is, een meisje zegt, ik heb een onvoldoende gehad. Ja, dan zeg ik altijd, jemig, prutsen. Ja, ik ben niet meer trots op jou. Zo is, weet je. Of ze heeft haar haar goed en dan ga je dat door de waar doen. Dus als een jongen dat met je doet. Hey, top man. Respect. Ja. Oké, wat een jongen ook doet. Wat ik meestal doe, als ik ga flirten met een meisje en ze zegt lekker. Dan zeg ik, wat ben jij? Jongen, ik doe deze eigenlijk niet zo lang. Ik doe deze nog maar, ik weet niet, een maand of zo. Ik vind hem echt goed. Als iemand zegt lekker en jij zegt, wat ben jij? Haha, dat is toch een goeie. Laat even trouwens achter op welke manier jij flirt. Ben ik wel benieuwd naar. Of wat ik mensen doe, kijk, ik zeg het gewoon, ik ben niet echt een flirter. Ik weet niet, ik kan dat gewoon niet. Dus mijn enige, ik ben al best wel trots dat ik gewoon kan zeggen als iemand zegt lekker, dat ik zeg, wat ben jij? Maar soms heb je ook gewoon mensen, weet ik veel, die kunnen gewoon allemaal dingen gewoon zo toveren. Weet je, een meisje zegt, wow, mijn haar zit niet zo goed. En dan zeggen zij echt zo, gewoon smooth dingen zo, dat ik denk, wow, hoe doen ze dat? Kijk, flirten is iets wat je moet aanvoelen. Dus meestal als een meisje iets zegt, dat jij er gewoon, weet ik veel, smooth op terug gaan reageren. Toch dat die jongens meestal als ze met je, hoe heet dat? Flirten. Oké, wat een jongen meestal ook wel doet is, flirten is ook een beetje indruk maken, toch? Wat een jongen meestal ook wel doet is, dan gaat hij opscheppen over iets wat hij heel goed kan. Of hij gaat gewoon dingen lullen wat gewoon helemaal niet zo is. Dus als ik geen YouTuber was, misschien had ik 3000 abonnees, dat ik helemaal ging lullen van, ja, ik verdien 10.000 per maand en, of van die dingen. Weet je, zij weet dat niet. Maar een jongen gaat dan meestal een beetje opscheppen, weet je? Hij wil gewoon goed uitkomen. Stel, ik doe aan voetbal en ik ben heel goed. Dat ik ga, weet je, dan ga ik overdrijven dat ik nog beter ben dan ik eigenlijk ben. Dat is iets wat jongens ook heel vaak doen, als je een meisje gewoon leuk vindt. Oké, wat jongens ook meestal wel doen is deals sluiten. Dat klinkt heel raar, maar stel, ik ben met jou aan het flirten en ik zeg van, verder dat jij dit niet kan, en dan zeg ik van, deal, waar werden we voor? En dan zeg jij van, ik wed voor een kusje van jou of zo. Dat was wel heel slecht. Oké, heb jij iets leuks dat jij echt denkt van, dit is echt een goede flirttrick? Of iets, stuur dat naar me toe. Dan kan ik die in een volgende video laten zien van, reageren op hoe kijkers flirten. Dat lijkt me geniaal. Dus heb jij iets dat je denkt van, oh, hier ging ik echt goed flirten? Stuur die screenshot even naar me toe. Daar ben ik wel benieuwd naar. En dan ga ik gewoon een video laten zien. Natuurlijk als je anoniem wil, maak ik je anoniem. Ik denk dat ik ze allemaal gewoon anoniem maak. Vond je deze video leuk? Zorg er zeker voor dat je liked en abonneert. En dan zie ik jou volgende week weer. Zondag om 11:30 weer terug. Met je leuke koppie.